Ja, Jan, 6 aanwinsten deze winter. Dat is een flink aantal. Was de periode hectisch voor jullie? Ja, het viel eigenlijk wel mee. Je bereidt dat voor, je bent er iedere dag mee bezig. En je weet ook dat het einde van zo'n window, dat er dan wordt onder druk heel veel dingen vloeibaar. En dan kunnen er dingen ontstaan bij clubs en bij spelers. En dat is nu ook gebeurd, hè. Je hebt je lijstjes, je hebt je mensen die hebben gekeken, je tipgevers. En aan het einde van de rit kom je hiermee uit, met gisteren dan nog 3 aanwinsten. En daarvoor hadden we natuurlijk al Seintje gehaald en Halilovic en Barry Maguire vastgelegd. Dus ja, het is eigenlijk verdeeld geweest over de hele maand. Ja, hoe zijn jullie eigenlijk deze periode te werk gegaan? Wat was het plan van tevoren? Je hebt je lijstjes natuurlijk. Hè. Je wil vooral doorselecteren. Dat doe je in eerste instantie ook door spelers af te laten vallen. Trotman en Declan Lambert die gingen weg. Hoornkamp werd gekocht. Dan creëer je wat budget. Met dat budget ga je weer aan de slag. Haal je weer andere spelers binnen. Nou, dat is gelukt. En daarna ga je ook nog specifiek kijken naar bepaalde posities. Hè. Spitspositie, ervaring op het middenveld, ervaring aan de zijkant, eventueel een verdediger. Buitenkantjes kijk je naar. En dan kom je met elkaar iedere dag tot bepaalde conclusies. Uiteindelijk is het gelopen zoals het nu gelopen is. En hebben we deze jongens binnengehaald. Ja, je noemde net al eventjes Dino Halilovic. Die komt natuurlijk uit het netwerk van partnerclubs. Ja. Wat is de rol van deze samenwerking in zo'n periode? De rol is vooral dat zij ons helpen met adviezen. Van kijk eens naar die speler, kijk eens naar die speler. Die kan interessant zijn voor jullie. Dus ik heb een hele lijst van ze gehad. Daar stonden een aantal spelers op waar ik denk van, hé, daar kan ik iets mee. Anderen zijn of te duur of spelers die gewoon niet haalbaar zijn. Daar ga je mee aan de slag. Met Halilovic is dat dan gelukt. Die jongen speelde bij Esbjerg, maar speelde niet. Die is dan hier naartoe gekomen. En een aantal andere tips die ze hebben gegeven, die zijn niet gelukt. Ja, stonden eigenlijk de versterkingen die je uiteindelijk wel gehaald hebt. Je zegt, je hebt je lijstjes. Waren er spelers die al langer op het oog had, die eventueel in de zomer al had willen vastleggen of die al langer volgden? Ja, Seintje, die volgden wij al langer. Die was al, hadden we het begin van het seizoen, zijn we al mee bezig geweest. Maar nogmaals, onder druk je gaat je lijstje af en je hebt 10 spitsen staan bijvoorbeeld. En dan ga je verder naar beneden kijken en ja, dan is het altijd, je belt die op, die kan niet, die is te duur, dus dit. En dan ga je steeds verder naar beneden en uiteindelijk kom je ergens terecht. Dus de meeste spelers die staan wel al op je lijstje. Nou, je zegt 10 spitsen, uiteindelijk is Nicolai Müller is de nieuwe spits geworden van FC Den Bosch. Gehuurd van Arsenal, grote naam, grote club, ja. Hoe komt zoiets tot stand? Via ons netwerk, via mijn, ik heb een data- en video scout die voor ons heel wat werk doet. En die komt dan met dit soort tips. Hij zegt van Jan, die kan interessant zijn. Daar zijn we naar gaan kijken. En uiteindelijk hebben we hem vastgelegd door middel van goede afspraken met Arsenal. En we hebben eerst naar andere spitsen gekeken. En zo gaat het altijd in zo'n window. Dan komen er wel eens verrassingen naar voren. Ja, nog een speler die op de deadline day gehaald is Terence Douglas. Ja. Die is gehuurd met een optie tot koop. Ja. Waarom hebben jullie die optie bedwongen, aangezien het voor Den Bosch niet heel gebruikelijk is om transfersommen te betalen? Nee, maar ja, we zijn groeiend als club. We hebben een partner in PMG. Die zegt mij niet dat wij dat op een bepaald moment wel kunnen gaan betalen. De bedragen die zijn zo afgesproken dat die haalbaar zijn voor ons. En ik vind dat je altijd een optie tot koop moet hebben. En wie weet wat daar nog meer kan uit ontstaan. Ja, naast de inkomende transfers zijn er ook een hoop vertrokken. Je noemde het net al, ruimte maken. Ja. Die transfer van Jesse Hoornkamp, die springt wel uit het oog. Waarom is er besloten om hem alsnog te verkopen? Nadat eerder Roy Kuipers ook al vertrok richting de Eredivisie. Nou, heel simpel is gewoon omdat het bod wat uiteindelijk Willem II heeft gedaan, dat we dat niet konden weigeren. Jis wil ook graag die stap zetten, dus het was een en-en verhaal. Ja, Jis wil graag naar de Eredivisie, wij konden daar een goede cent voor ontvangen. Daarnaast moet je ook weten, je kunt alleen maar een doorverkooppercentage krijgen als je spelers verkoopt. Dus je moet op een bepaald moment wel gaan verkopen. En die doorverkooppercentage die zijn gewoon belangrijk in de toekomst. Als je ieder jaar spelers verkoopt, dan krijg je ook weer inkomen binnen vanuit die doorverkooppercentages. Dus je moet spelers gaan verkopen. Dat is gewoon de business in de voetballerij. En het is altijd wel weer de afweging. Hè? Gaat die doelpunten voor je maken en jou helpen in die periode of ga je een speler verkopen? Nou, ik denk dat we het met Nicolai goed hebben opgevangen. En dan weet je het nog niet 100%, maar dat wisten we bij Jis ook niet toen we hem haalden van Heerenveen.
Het eerste jaar was je eerst een jaar geblesseerd. Nou ja, dat wist je ook niet. Dus het is altijd lastig met dit soort situaties. Nou, wat je net schetst, is dat ook niet een beetje het spel van de transferperiode? Dat je kijkt of iemand bij kan tekenen, iemand weggaat of het op kan vangen? Ja, het is gewoon uiteindelijk een spel. En wij zitten natuurlijk wel als club in een fase. Van de zomer konden we niet zoveel doen. Toen zijn er wel spelers gekomen. Nu kunnen we wat meer doen. En nu selecteer je door. Gaan de spelers weg. Probeer je wat versterkingen binnen te halen. Zodat je uiteindelijk dadelijk met het publiek. Ja, gewoon dat iedereen kan zien dat we stappen aan het zetten zijn. En ik wil ook graag winnen. Het is opleiden en winnen moet samen kunnen gaan. En van de zomer kunnen we hopelijk weer meer stappen gaan zetten. Zodat we iedere periode uiteindelijk naar een beter team kunnen gaan. En ook een team wat waarde creëert. Ja, vaak wordt gezegd dat de winterperiode is om te repareren. Maar als ik jou zo hoor, dan voelt het voor jou niet zo op deze manier. Het is niet repareren, het is doorselecteren. Repareren, dan zou je fout hebben gemaakt. Natuurlijk, je maakt altijd fout. Er komen altijd spelers die je haalt, die het niet goed doen of nog niet goed doen. Hè. Dat weet je nooit. Maar in ons geval is het denk ik echt doorselecteren geweest. Je moet gewoon verder en je wilt stappen zetten als club. Dus nee, niet repareren, doorselecteren. Ja, kijk je met een goed gevoel terug? Ja, ik heb het gevoel dat we toen net nog naar beneden gelopen naar Jack, naar de trainingen. Vandaag de eerste keer met al die jongens erbij. Ja, en die zegt ook van ja, het niveau is wel eventjes omhoog gegaan. En iedereen moet even wennen van het tempo en dat de competitie er is. Dus ja, het is altijd afwachten wat het met de resultaten gaat doen. Maar het gevoel van de trainers en het gevoel van mij is goed dat we absoluut een stap hebben gezet met deze jongens en dat we er beter op zijn geworden. Ja, tot slot. Deze periode is nu achter de rug. Nou komt er een aantal maanden aan voordat het nieuwe seizoen nou weer begint. Ja. Hoe zien jouw taken eruit de komende tijd? Waar gaan jullie op focussen? Je gaat altijd weer focussen op het verlengen van contracten van de trainers, zowel in de jeugd als van Jack. Daar ga je mee bezig, evalueren. We willen een plan maken al redelijk snel richting het nieuwe seizoen met nieuwe spelers, met wat haalbaar is, wat niet haalbaar is. Want we willen gewoon toch hoger gaan inzetten als club zijnde. Dus wij gaan daar in februari nadrukkelijk mee aan de slag om dat plan voor te bereiden. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste focus op dit moment.